Tutum. Sen iyi bir yeter. Telkens en telkens weer opnieuw. In den donker stoot een tas van de tafel. Verantwoordelijkheid gaat naar mij. Ik was het dan weer wel. Het is vergeten. Een spook heeft geen materie. Dus nee. Ik beweeg nog geen half minblad in uw oververhitte thee. Het spookt hier. Ik kan niet slapen. Dat doe ik ook om de zoveel tijd. En als voormalig schrijnwerker doet dat het meeste pijn. Ik kan zelfs het hout niet meer doorkraken tot mijn grote spijt. En dan het bizarste is wanneer ik de schuld krijg van zo'n hoperen computermachine. Ten eerste, en een trick, is van de generatie na mij. En ten tweede, de echte 21ste generatie speelt mij de druk met reizende feesten. Want gratis kunnen leren, dat is voor het paradijs. Volgens mij heeft hij zelfs die torens vooruit moeten klaren. En ik zit hier maar te zoeken op een kleerkast die ik zogenaamd expres instabiel zou willen maken. En dat is na het ding mijn vakmanschap. En zelfs als het zo was, het is toch wel echt veel te betrouwen afgestraft. We zijn al 3 jaar verder op mijn jaar. Maar bon, met mijn andere prestaties ben ik ook nog lang niet klaar. Trek het u niet aan, zegt ze me dan. Dat de mensen het hoge gehoor van de wind verwarren. Mensen een bronde, een diepe stemcadans. Maar genoeg is genoeg, zeg ik. Ik zeg het u, een gewaarschuwing bent voor 10. De eerste die zijn brakkelijnen nog voor mij mispelt, bespook ik voor echt. Dat komt prima.